Lisse thuis tegen Kozakkenborst. Met het begin voor Kozakkenborst. Goed meegedaan door doelman Van der Werf. De ploeg van Buis dat vorig weekend vrij was. In tegenstelling tot Lisse dat verloor van koploper Katwijk. Dit is de eerste kans in de wedstrijd. Na een minuut of 36. Mendes Moreira. Pech dus voor Kozakkenborst. Voetballend een van de beste ploegen. Maar de ploeg verliest zichzelf nog wel eens in een wedstrijd. Met hoge pieken en diepe dalen. Dit is Sonmez. Kan de bal binnenhouden. Sonmez nog steeds. Sonmez. Ja, met wat geluk krijgt hij de bal terug. Voorbij Buis. En El Asuti. Met weer een kans voor de gasten. Dan de tweede helft. Lisse komt sporadisch in de buurt van doelman Den Hartog. Dit is Van Ewijk. Een heerlijke voetballer. Dit is kappen, draaien en dit is schieten. Goeie goal zeg. Het is 1-0. Stevens krijgt de bal van Vermeulen. En van een metertje of 18 is doelman Den Hartog kansloos. En zo loopt Kozakkenborst weer eens achter de feiten aan in een wedstrijd. Mendes Moreira. Wat een fantastische reflex van Van der Werf. En zo blijft het 1-0 in het voordeel van de thuisploeg. Sonmez met de hoekschop. Is het Montero. En ook Pollemans dichtbij de gelijkmaker. Maar Lisse blijft overeind. De ploeg van deze ruiter. Bij winst staat Lisse vast in de middenmoot. En is de aansluiting weg voor Kozakkenborst. Met de top. Mendes Moreira met een goede voorzet. En een fantastische reflex weer van doelman Van der Werf. Op de inzet van Inge. Ja! En zo wint Lisse met 1-0 van Kozakkenborst door die goal gescoord door Stevens vlak na rust. Uitslagen.